Breda Nu. Je weet het meteen. Yes, Breda is verkozen tot beste binnenstad van Nederland. Wij gaan Breda in en gaan de Bredanen vragen wat zij nou het mooiste stukje Breda vinden. Kom op. Ja, Breda is verkozen tot beste binnenstad van Nederland. Mm-hmm. Wat is jouw favoriete plekje in Breda? De Old Dutch Sportbar. Ken je die of? De Sportbar, kom je daar vaak? Ja, zeker. Lekker sport kijken met je vrienden op zondagmiddag. En lekker eten nu ook? Heerlijk eten, ja. Ik denk de gracht. De gracht bij de haven? Ja. En wat vind je daar zo mooi aan? Nou, s'avonds dan ook heb je allemaal lichtjes eromheen en dan kan je daar gewoon lekker drinken. Wat ik goed vind is dat er heel veel te doen is. Wij zijn het jaar niet op vakantie geweest in de zomer, omdat hier gewoon van alles te doen is. De binnenstad is heel mooi, er wordt heel veel opgeknapt. Mooie gebouwen komen erbij, net zoals het rechtsgebouw, vind ik heel mooi. Het nadeel vind ik van met een rollator of met een rolstoel is niet te doen over de Grote Markt. Ja, ik vind de kerk heel mooi en de binnenstad en het station, de Grote Markt. Lekker drankje drinken. Ja, heerlijk. Zeker weten. Nou, ik vind de terrasjes zo mooi aan Breda en dat het altijd zo gezellig is. U komt veel in de binnenstad? Ja, ik woon hier. Ik ben geboren en getogen. Maar wat u dus bedoelt, u kunt met de rollator niet over de klinktegeltjes? Nee, daar word ik gek van. Dan bibbert alles en dan mijn schouders die gaan eraan. En ik heb een meneer met een rolstoel gezien. Nou, die schiet tussen die spleten. Het is niet te doen. Nou, om heel te zeggen, alles. Het Valkenberg, de Grote Kerk. Tot zelf waar ik geboren ben, het Takkenstraatje. Ja, recht tegen op neem, hoor. Dan kan er zo naar het lab. Oh, shit. Gerrit Lappen. Het centrum, dat is heel leuk en gezellig. De winkeltjes? Winkels, de kroegjes. Nou, gewoon de gezelligheid. De mensen zijn altijd vriendelijk. Waar je ook komt, iedereen zet je gedag. En dat maakt gewoon Breda, ja. Heel Breda. Heel Breda? Heel Breda, absoluut. Alle winkeltjes, alle terrasjes? Alles, ja. De suikerkist. De suikerkist. Ja. Om wat te doen? Nou, lekker drankjes doen met mijn vriendinnen. Favoriete drankje? Roséwijntje. Razzichtig. Helemaal. Dat blijven we gewoon zo houden. En we zijn er trots op. Want het is toch een parel van het zuiden. Dus we zijn een terechte beste binnenstad? Dacht het wel. Het is netjes, gezellig en het bier is ook altijd lekker koud. Weet je wat we doen? Burgemeester De Pla, als u kijkt en luistert, deze mevrouw wil graag dat er iets wordt gedaan aan de toegankelijkheid op de Grote Markt. Ja. Heb je dat goed gedaan, mevrouw? Zo is het. Breda Nu. Je weet het meteen.